Ellison, gefeliciteerd. Ja, wat een wedstrijd, hè? 6-0. Kampioen. Ja, fantastisch. We hebben gedaan wat we moesten doen. En het is fantastisch dit. Hoe kijk je terug op dit WK? Ja, we hebben gewoon gedomineerd. En ik denk tegen Australië hebben we onze kansen niet gemaakt die we hadden moeten maken. Cijfermatig waren we gewoon beter. Maar dat is op papier. En dat was wel een goede wake-up call dat we toch ons eigen spel moeten blijven spelen. En vandaag, het was gewoon zoals het hoort. En eigenlijk vanaf het begin, er was geen enkele andere ploeg die de gouden medaille verdiende. Hè? Dat waren meteen jullie eigenlijk. Nou ja, weet je, verdiend of niet, je moet een spel neerzetten die zorgt dat je wint. En dat hebben we gewoon gedaan. En niet gewoon, we hebben dat gedaan. En elke wedstrijd hebben we een paar heel goed moeten vechten. En dat hoort gewoon bij zo'n toernooi. En ik denk dat wij dit zeer verdiend hebben. Deze wedstrijd, jullie wisten van tevoren dat Ierland niet de moeilijkste tegenstander zou zijn. Hoe werkte dat in het veld? Was het een echte finale? Voelde dat zo? Nou, ik denk dat we zeker hebben beleefd als een finale. En we hebben hen ook benaderd als gewoon een hele goede tegenstander. En zo zagen wij dat ook. Want zij staan ook gewoon in de finale, net als wij. Ik denk dat we ze gewoon goed geanalyseerd hebben. En ik denk dat we het gewoon heel goed uitgespeeld hebben. Ja, Liedewij, wereldkampioen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, echt een fantastisch toernooi. Heel gaaf. Mooie ambiance. Dus met natuurlijk een geweldig einde. En jij speelt ze van het toernooi. Ja, dat is een mooie titel, hè? Ja, zeker. Mag ik gewoon bij zijn. Sorry dat ik... Nee joh, gefeliciteerd ook. Ja, dankjewel. Thanks. Jouw 200ste vandaag, dat is een mooie. WK-titel op je 200ste. Ja, zeker. Kan echt niet beter. Het was ook echt genieten en we hebben zo goed gespeeld. Ik ben zo ontzettend trots op mezelf en op dit team. Dus dat is gewoon lekker. En nu vanavond vieren. Ja, dat gaan we wel goed vieren. Hè? Dat kunnen we wel. Ik ga wel een drankje doen. Zeker. Eentje. Een drank. Eén drankje. Laten we even zien aan de camera. Dan. Hij is zeker mooi. Hij glimt echt mooi. Ervan. Hij glimt nog wel mooi. Ja. Nog wel. Eind van de avond misschien niet meer zo mooi, maar nee, voor nu vettig nog wel. Misschien, maar ja. Hij glimt nu nog mooi. Hey, en Ierland, ja, die waren kansloos, hè? Of in ieder geval na rust was het eigenlijk al gespeeld. Maar volgens mij waren ze na afloop ook blij. Dus het is een finale met alleen maar winnaars, volgens mij. Ja, precies. Volgens mij waren ze al zo blij dat ze überhaupt de finale gehaald hadden. Dat hadden ze echt niet verwacht. En die meiden hadden niks te verliezen en ze gingen er wel vol voor. Maar ik denk dat wij gewoon wel echt onze power hebben laten zien en waar we goed in zijn. Ja, ze schoot wel goed uit de startblokken, moet ik zeggen. Maar uiteindelijk, als die ene goal valt, dan zie je dat het gewoon gaat lopen bij ons. En dan, Was dat opluchting ook? Die eerste goal maakte jij? Ik denk niet zozeer opluchting, want ik wist echt wel dat we hem gingen maken. Het is alleen lekker als je hem vroeg in de wedstrijd maakt. En dan weet je dat we er nog wel een aantal gaan maken. Dus ik had er gewoon alle vertrouwen in. En ik wist eigenlijk, ik had alle vertrouwen in het team vandaag. Dus het gaat een mooi feestje worden zo. We knew Holland are an amazing team with amazing players. And we were hoping to maybe run them a little bit closer than we did. We maybe didn't start the way we would like to have started. But our team is so proud. I mean, we came in here ranked 16 in the world and we finished second. To go home now with a silver medal, second in the world, is just an incredible achievement for this group of players. Ja, jeetje, kan je hem tillen? Sorry? Kan je hem tillen? Hij is echt best heel zwaar eigenlijk, dus ik probeer hem af en toe af te wisselen van arm. Ja. Maar boven je hoofd, dat ging wel? Ja, heel eventjes ook maar boven mijn hoofd, omdat dat kon ik erop brengen. Ja. Ja. Hoe fijn gevoel is dat, als je dat mag doen voor je team? Ja, super tof. We hebben het zo verdiend, vind ik, op basis van dit hele toernooi. We hebben ze echt goed dominant hockey gespeeld. Gisteren was misschien een week op call, maar dat heb je ook nodig in zo'n toernooi. En ik denk daarom dat we vandaag ook zo scherp waren en er meteen op vlogen. Dus... Ja, na rust was het gespeeld en dan kan je eigenlijk rustig die tweede helft uitspelen. Ja, soort van, maar we hebben wel tegen elkaar gezegd, we gaan gewoon door, weet je wel. We moeten ook respect hebben voor de tegenstander, Ellison ook terecht. En respect heb je alleen maar gewoon door te hockeyen. En dat hebben we denk ik derde kwart wel gedaan, maken we nog twee mooie goals. En daarna moet ik zeggen, was het wel een beetje klaar. Ja, nu deze mooie cup in je handen. Die gaat mee naar het café vanavond? Daar moeten we voorzichtig mee doen, dus ik weet niet of je meegaat naar het café. Dat we ergens voorzichtig in het hotel moeten laten staan, maar we kunnen er wel een biertje uit drinken, denk ik. Ja.